Ik vind het eigenlijk wel een hele goede brief. Ik vind de timing van de brief ook eigenlijk heel goed. En als je die brief leest en je legt hem opzij, dan is de vraag, welke indruk hou je daaraan over? En eigenlijk zeggen de onderwijsinstellingen, vertrouw ons. Wij zijn goede onderwijsinstellingen. Wij hebben goede vakdocenten. Pedagogisch goed onderlegd. En die zijn heus wel in staat om hun klassen goed te taxeren en een heel fijn gevoel te hebben hoe ze hun klas kunnen benaderen in het praten over dingen die scheuren. Vertrouw ons, we kunnen dat. En kijk ons niet zo erg over de schouders, kijk ons niet zo erg over de vingers, geef ons de ruimte. En daar ben ik het helemaal mee eens. Maar nu zit er wel een docent ondergedoken vanwege een cartoon in de klas. Dat zijn twee verschillende dingen. De vraag of deze brief deugt. De brief deugt, zegt de goede dingen wat mij betreft. En ik vind dat de onderwijsinstellingen ook echt het volste vertrouwen dienen te hebben van ouders, van ons als politici, als bestuurders, om hen de klus te laten klaren. Dat hebben ze namelijk altijd gedaan en dat zullen ze ook blijven doen. En dan gebeuren er wel eens incidenten. En zo'n incident moet je natuurlijk in zijn proportie goed blijven beschouwen. En altijd achter zo'n docent gaan staan die daar de gevolgen van heeft ondervonden. U zegt het is een incident. Dit is niet een aantasting van die vrijheid waarover het gaat in die brief. Dit is een incident wat wel degelijk gelinkt is aan de manier waarop met die vrijheid omgegaan wordt. Maar ik heb niet de indruk dat de onderwijsinstellingen niet in staat zijn om daarmee om te gaan. Zij zeggen, wij kunnen dat handelen, wij kunnen dat managen. En als het echt uit de klauw loopt, in dit geval is het buitengewoon treurig dat het op deze manier is gegaan. Ja, dan hebben we andere instrumenten die daar omheen worden gemobiliseerd. Dan komt de politie, dan komt justitie, dan komt onderzoek en dan komt vervolging. Etcetera, zoals dat ook op andere terreinen gebeurt als er iets gebeurt wat tegen de wet is. Want het bedreigen van een docent is tegen de wet. Ja. Wat is uw boodschap, desalniettemin, aan jongeren die zo'n aanstoot nemen aan een cartoon in de klas? Ja, ik vind het eigenlijk heel naar dat mensen het idee hebben dat een tekening, gewoon een tekening, ik kan het niet anders zeggen, een tekening, een verzameling potloodstrepen, dat dat een heiligschennis is. Ik ben zelf moslim en ik zie in geen enkele tekening de profeet. Zie ik niet. Ik weet niet hoe die eruit ziet. Dat kind weet ook niet hoe dat eruit ziet. Nou, het feit dat iemand tegen jou zegt, ja, ik wil hiermee jouw profeet symboliseren, kan ook de reactie ontlokken. Nou, leuk gedaan. Maar ik herken daar niks in. Wat maakt dat mensen zo gespannen erop reageren? Dat zegt iets over de samenleving waarin we zitten. Dat zegt iets over het feit dat veel van deze kinderen dit als echt als een belediging ervaren. Maar waar komt dat dan vandaan? Wie heeft ze dat verteld? Het thuismilieu, het journaal waar ze naar kijken, internationale media wat ze consumeren, de WhatsAppjes die ze aan elkaar doorgeven. En dat vraagt wat mij betreft echt om een bezinning rondom, ja, ik kan het niet anders zeggen, een bezinning op het vraagstuk wat hoger gelegen is, wat lastiger uit te leggen is, het vraagstuk van verlichting. Dat je recht hebt op je dogma, maar dat een andere ook je dogma belachelijk mag maken. Er wordt gesproken dus van onderwijs moet een veilige plek zijn waar we in alle vrijheid van elkaar kunnen leren. Is het die veilige plek wat u betreft nog steeds? Ik vind dat de scholen op zichzelf een hele veilige plek zijn. En op die momenten dat het niet blijkt dat dat niet het geval is. Hè. In dit geval is niet het gebouw fysiek niet veilig. Maar een docent die zich onveilig voelt door zijn bedreigingen. Nou, dan moet je als overheid maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat degenen die zoiets gedaan hebben ook worden opgespoord en ook worden berecht. En ook daaromtrent kunt u ook onze justitie niet het verwijt maken dat ze niet alles op alles hebben gezet om binnen een paar dagen al die bedreigers wel op te sporen. Dus en dat is gebeurd. Als een losstaand strafbaar feit behandelen. Ja, nou ja, je moet alles natuurlijk ook als op zijn merites beoordelen. Maar nu dit zich op deze school heeft voorgedaan, zeggen dat alle middelbare scholen nu zich onveilig zouden zijn, ja, dan doen wij het onderwijs in Rotterdam geen recht.